Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 4 februari en over 9 dagen ben ik jarig. Ik heb er zoveel zin in, want ik ben op een woensdag jarig, 13 februari. Dan gaan we met mijn ouders en met Miel en met mijn broertje gaan bij Loetje eten. Daar heb ik heel veel zin in. En dan die zaterdag vier ik mijn verjaardag voor vriendinnen. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik heb zometeen mijn hand-voet-praktijk-examen van school. En ik ben best wel een beetje zenuwachtig, want dit is zeg maar het officiële examen. Dus als ik hiervoor slaag, ben ik in ieder geval voor dit onderdeel alvast geslaagd voor mijn examen. Dus dat is heel erg chill. Ik heb deze rode trui af van Chico omdat ik het echt heel erg koud heb. Maar hieronder heb ik een zwarte trui en een zwarte flarebroek omdat we dat aan moeten. Je moet helemaal het zwart zijn met praktijk. En ik zie nu dat het regent en een beetje sneeuwt. Dus dat is wat minder, want ik moet zo op de scooter naar school. En mijn oma gaat mee als model, dus dat vind ik echt heel erg lief. Dit weekend ben ik naar Awakenings geweest met Zoe, Jet, Miu, Kay, Storm, Hugh en Nigel. En het was echt zo ontzettend leuk. Je kan mijn vorige vlog kijken om te weten hoe dat eraan toe ging. Maar het was echt onwijs gezellig. En daarna gingen we dus met z'n allen bij Miu slapen. Maar we waren pas om 11 uur in de ochtend thuis. Dus gisteren werden we ook pas om 5 uur in de avond wakker. Dus ja, mijn ritme is er wel een beetje uit. Maar gelukkig ben ik niet echt moe of zo. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ga nu even mijn tanden poetsen. En mijn koffer die heb ik al ingepakt. Want hier zitten dus al mijn praktijkspulletjes in. Dit is de koffer van Soet Soet. En die gebruik ik dus als schoolkoffer. Daar zit alles in. Ik ga even mijn tanden poetsen. En als ik terugkom uit school van mijn examen, hoop ik dat ik kan zeggen dat ik geslaagd ben. En moet ik even snel eten en omkleden. Want ik moet vanavond voor dansen. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dus ben je nou benieuwd wat ik deze week allemaal ga doen? Blijf dan kijken. Ik ben weer thuis van school en ik ben geslaagd voor mijn hand-voet-examen. Dus dat vind ik echt super chill. Ik verdien er gewoon niet erg kansen. Ik had een loodje getrokken voor voet. En dat is echt best wel bizar. Want zeg maar zo'n examen doe je dus met 5 meiden. En je moet een model meenemen en die moet dan goedgekeurd worden. En mijn modellen waren als enige goedgekeurd. En normaal moet je van modellen wisselen. Maar omdat mijn model als enige was goedgekeurd, moest ik gewoon op mijn eigen model. En ik had het loodje voet getrokken. Dus ja. En ik ben geslaagd, dus dat vind ik echt heel erg chill. Het is nu 5:05. En ik moet vanavond weer dansen. Ik ga nu even de vlog bewerken, want die moet morgen natuurlijk online komen. En zo slecht als ik ben, dan ga ik lekker chips eten, want daar heb ik echt heel veel zin in. En we gaan vanavond gewoon eens avond eten en broodje eten. Dus in plaats van dat ga ik denk ik gewoon chips eten. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. En ik hoef vandaag pas om 1 uur op school te zijn. Ik moest eigenlijk om 9 uur op school zijn vandaag. En dan om 1:15 gingen we naar een open dag van een hbo-opleiding. In Holland, in Den Haag is dat. Maar we hoefden vanmorgen dus niet naar school. Dus ik hoef pas om 1:15 op in Holland te zijn. Dus Char komt mij zometeen ophalen. Het is nu 11 uur. En ik wil zometeen eigenlijk even naar het dorp. Naar het feesthuis om even heliumballon te halen. Want ik ga morgen foto's maken met Char. En ik wilde ook gelijk een foto maken voor mijn verjaardag. Maar ik vind het heel erg leuk als er heliumballonnen bij heb, zeg maar. Dus dat ga ik denk ik zo meteen even doen. Ik ga eerst even een eitje bakken. Koken, bakken, wat is dit? Bakken. Ik heb even kokosvet in de pan gedaan. Want dat is dus blijkbaar veel gezonder dan gewoon dat roodbotervet. En ik gebruik deze, de biologische kokosolie. Ik weet niet, die heb ik al uitgekocht bij de Albert Heijn gewoon. En dan ga ik zeg maar in een bekertje, ga ik 2 eitjes doen. Doe ik een beetje melk bij, een klein beetje peper en dan ga ik het roeren en dan krijg ik zo'n pannenkoek ei. En ik ga even 2 bruine boterhammen in het rooster doen. En dan ga ik het lekker opeten. Best wel moeilijk, want het zit zeg maar bij mij in het dorp. Dus ik ging op de scooter, maar ik weide best hard. Dus ik moest heel rustig rijden om ze niet te verliezen. Maar ik heb een gouden, zilveren, lichtroze, donkerroze en zwart. Ik dacht dat is wel leuk. En als het goed is, doen ze het morgen ook nog. Want die vrouw zei, wil je alleen voor vandaag of wil je ook dat ze morgen nog doen? Toen zei ik, nou, doe morgen ook maar. Want morgen ga ik natuurlijk die foto's maken. Dus, en ik dacht het is wel leuk, want ik heb wel een beetje een soort foto-ideetje in mijn hoofd. Maar dat zien jullie volgende week als ik jarig ben. Maar in ieder geval, ik heb ze even ballonnen gehaald. En het is nu, oh, lint in mijn kamer.
ziet er best wel grappig uit. Het is nu 11:15, dus over een kwartier is Richard hier. En ik zit ook even te bedenken wat ik mijn verjaardag voor kleuren wil. Ik denk dat ik lichtroze met donkerroze en zwart ook wel heel erg gaaf vind. Want ik vind deze gouden eigenlijk iets te geel, maar op zich voor de foto kan het wel. Maar goed verhaal in ieder geval. En ik probeer nog de ballonnen in de vuilniszak te doen. Ik dacht dan, wij is ook niet weg, maar dat was een mislukte poging. Oké, jongens, we staan hier voor in Holland. En we zijn hier dus net geweest. En daar zitten hier allemaal mensen te kijken. Het is een beetje nat. Maar we hadden dus een cursus. Of een. Hoe heet je dat? Hoe noem je dat? Een cursus over Pabo. Nou, en over. En over studeren op de HBO. Maar Sjoerd en ik weten gewoon nog steeds niet wat we willen. Maar ja, we hebben nog 1,5 jaar de tijd. We gaan gewoon de loterij winnen. Ja, we gaan de loterij winnen en dan niet meer naar school. En wil je nou deze hele leuke broek? Die is wel vlot en we hebben hem nu ook in het leren groen. Beetje deze kleur. Ja, een beetje mijn kleurjas. En we gaan nu naar huis en dan ga ik sporten met Zoe. En morgenochtend ga ik op stage mijn haar laten verven. En foto's maken. En Sjoerd en ik gaan morgenmiddag foto's met maken. Mij. Ik ben thuis gaan sporten met Zoe en ik heb even lekker wat eten voor mezelf gemaakt. Want mijn broertje heeft een voetbalwedstrijd en mijn vader en zo hadden al gegeten. Dus ik heb even wat tagliatelle pasta dingen gemaakt en kaasblokjes erin gaan. Zodat het lekker smelt. En ik heb even wat keizerbroodjes met wat lekkere dingetjes voor erop. Dus dat ga ik nu even lekker opeten. En even YouTube filmpjes kijken. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 9:50. En ik ga voor 5 minuten weg, maar ik hoef niet naar school, maar ik ga mijn haar laten verven bij stage. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Mijn broertje heeft net even een foto gemaakt van hoe het hiervoor was. Dus die ga ik bewaren en dan straks als ik terug ben, ga ik een foto maken van hoe het is geworden. Ik ben echt heel erg benieuwd. Er gaat ook een stukje van afgeknipt worden. En als het goed is, komen er heel veel highlights in. En Sam moest vandaag wel naar school. En heeft gisteren stage gelopen bij de Hoogvliet. Was het leuk? Maar dat is voor vandaag een beetje het idee. Kapper. En daarna, als ik thuis ben, ga ik als het goed is naar Char. Want dan gaan we foto's maken van mijn verjaardag. En als het wat minder hard regent, gaan we ook naar de stad even daar wat foto's maken. En vanmiddag, als ik thuis ben, ga ik echt slapen. Ik ben echt weer moe. En vandaag ben ik nieuw slapen. Dus dat was ook gezellig. Ik ben thuis van stage en ik ben zo blij met mijn haar. Ik weet niet of je het echt goed kan zien. Wordt wel echt een stuk blonder. Ik zal even een before en after foto hierin plakken. Maar ik ga even proberen het goed te laten zien. Ik weet niet of het me gaat lukken. Maar er is ook even een stuk van af. Want het was echt heel erg dood. Dat kon echt niet meer. En ze hebben een soort balayage gedaan. Dus dat de onderkant lichter is. Dat het zeg maar van in elkaar overloopt. Maar ik ga dit weekend nog even zilver shampoo halen. Om daar even mee te wassen. Want dan wordt het nog wat lichter. Dus oh my god. Ik ben er zo blij mee. Ik heb even mijn bed opgemaakt. En alvast even mijn kussentjes klaargezet. Want Charlie kan ook met komen. En dan gaan we een foto maken voor mijn verjaardag. Dus goed, gaan we ook nog even naar de stad. Foto's maken. En ik wil nog wat dingetjes halen voor mijn verjaardag. Dus dat is de planning. Ik ga ook even snel een broodje naar binnen werken. Want ik heb echt heel erg veel honger. En ik ben zo blij met mijn haar. Het is wel minder blond dan ik had in mijn hoofd had, zeg maar. Maar ja, het is wel echt heel erg blond hoor. Ik ben er wel echt heel erg blij mee. Ik weet ook niet of je het zo in de spiegel goed kan zien. Ja, zo zie je het misschien wat beter. Kijk, het is er ook weer gewoon even mooi één lengte en zo. En oh, ik ben hier zo blij mee. Oh, zo ziet het er echt perfect uit. Love it. En ja, dan even zilver shampoo kopen om dan nog even iets lichter te maken. Maar ik vind het echt heel erg mooi. Char is nu bij mij. En we hebben net een foto gemaakt voor mijn verjaardag. Alleen we gaan nu nog eventjes naar de stad. Ik heb trouwens die gouden ballon erop gehad. Want ik vond het echt te geel. Maar we gaan nu naar de stad. Gaan we naar Dunkin' Donuts. En ik neem mijn ballonnen mee. Want misschien... Heb je haar al laten zien? Ja. Oh, maar nog niet goed. Wil jij het laten zien vanaf de achterkant? Wacht, ik zal hem even voor je dicht doen. Oh jeetje. Wacht, ga zo staan. In het licht zo? Ja. Zie je zo goed? Kijk hoe mooi! Maar we gaan nu dus naar de stad. Ho, een beetje hier gezoomd. Ho. En donuts eten. Een foto maken. Ik heb zoveel zin in een donut. Wist je dat ik nog maar één keer in heel mijn leven een donut heb gegeten? Wat denk ik een donut?
Ik ook. Nee, twee keer. De ene keer met Jane en toen ik met Miel naar de stad ging. Of naar Amsterdam. Charlotte broekje aan van Flotje. Jasje van Levi's, denk ik. Geen idee. Nee, deze is van Bershka. Bershka, shirtje, Zara. En ik heb... deze hebben we ook in het groen. Ja, we hebben hem nu ook in het groen. Hij is heel mooi. En ik heb deze jas aan van de Zara, shirtje van Chiquelle en gewoon mijn zwarte flarebroek. Want ik dacht, de donuts zijn al best wel fel gekleurd. Dus ik ga niet een fel gekleurde iets aantrekken. Goed vrouw. Wij gaan naar de stad. Ik ook. Kijk hoe schattig deze doos is. Ik ga hem even openmaken, ja. Oké, dit zijn de donuts die we hebben. Dit was red velvet cake. Hier is chocola in, denk ik. En de rest heb ik geen idee. Charlotte's foto's zijn niet helemaal zoals ze wilt. Nee. Kunnen we nog wel nog meer maken? Kijk even hoe druk het is trouwens. Kijk, deze is echt perfect. Helemaal, het is vandaag donderdagavond en ik zal proberen minder aan mijn haar te zitten. Want ik kreeg die opmerking dat ik heel veel aan mezelf zat te wringen en zo. Dus dat ga ik proberen niet te doen. Het is nu 7:15 en ik ben thuis uit stage. Ik was even snel naar huis gaan om even spullen te pakken. Want ik ga bij mijn moeder slapen, dus daar ga ik nu naartoe. Ik zie dat mijn camera leeg is, dus die ga ik gelijk eventjes op de oplader doen. Zodat als ik morgen thuis kom van stage, dat ik weer... gewoon verder kan filmen. Ik heb dus vandaag voor het eerst van 9 tot 6 stage gelopen. En ik vond het echt een hele chille tijd om die tijd zeg maar stage te lopen. Morgen weer van 9 tot 6. En dan heb ik lekker weekend. En ik kan echt niet wachten tot het weekend is. Want ik ben echt... mijn keel doet zoveel pijn. Het voelt als ik slik. Alsof hier twee soort van ballen zitten of zo. En hier als ik hier druk doet het ook mega veel pijn. En ik heb echt hoofdpijn. En... goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik zie er echt niet uit. Ik heb een... vlek op mijn neus. Er zat eerst een pukkel, maar ik heb het korstje eraf gekrabbeld. Dus nu zit er weer een wondje met allemaal bloed. Mijn make-up zit er nog op van gisteravond ook heel erg slecht. Maar het is dus vandaag zaterdag en ik moet vandaag werken. Gisteren heb ik heel wat dag stage gelopen, maar ik voel me niet echt heel erg lekker. Nog steeds niet. Ik weet niet of ik dat donderdagavond verteld had, maar mijn keel doet heel erg pijn. En als ik hier druk, doet het ook echt heel erg pijn. Maar gisteravond was Miel blijven slapen, dus dat vond ik echt heel erg gezellig. Ik ben nu even een video aan het kijken van net van Esmee en nu van Leonie. En ik ga even iets aan mijn hoofd doen, want het ziet er echt niet uit. Mijn badpak aantrekken, want ik moet zo meteen dus werken. Voor de mensen die niet weten, ik geef kinderzwemles. Nou, ik ben assistent bij het geven van kinderzwemles. Dus dat ga ik vandaag doen van 12 tot 4. En dan ga ik daarna gewoon lekker thuis uitrusten, want ik ben echt heel erg moe en... ik weet niet, het lijkt wel alsof mijn lichaam een beetje op is of zo. Maar in ieder geval, morgen heb ik nog niet echt een plan volgens mij. Maandag ga ik als het goed is foto's maken met Char en daarna naar Spaveren. Want volgend jaar moeten wij stage lopen in Spaveren en maandag hebben we daar dan een soort van rondleiding of zo. En woensdag ben ik jarig, dus daar heb ik echt heel veel zin in. En ik ga vanmiddag, als ik klaar ben met werken, even zilver shampoo halen. Om mijn haar vanavond even mee te wassen. Dan wordt het nog even iets lichter. En ik irriteer me echt aan dit. Maar oké. Ja, ik ga me even omkleden. Even ontbijten. Video kijken. En dan werken. Ik ben terug van werk en schrik niet van mijn haar. Het is helemaal paars. Maar ik heb net even bij de kruidvat... deze shampoo gekocht. De Schwarzkopf Reflex Silver. Dat was nu 1+1 gratis. En daar gaat dus een beetje de gele gloed van uit je haar. Maar ik doe het dan in droog. Op het droog haar doe ik het erin. Dan ga ik even een kwartiertje wachten of zo. En dan ga ik zo meteen douchen en dan kan ik het eruit spoelen. Ik ben ondertussen even de video van Rosa aan het kijken. Die vind ik heel leuk. Even dit schoonmaken. Dus dat werken was weer leuk. Ik vind werken bij ons altijd wel gezellig en leuk. Sowieso, je was er ook. Dus zelfs ook leuk. Ik ga dit nu even in laten trekken. Even kijken of je het misschien beter kan zien als ik het zo doe. Ik kan niet zien of ik het veel meer heb. Het is helemaal paars. Ik ga het even in laten trekken en dan zo meteen douchen. Heel misschien lijkt het alsof ze een klein beetje aangebrand zijn. Dat is deze ook wel. Maar deze valt wel mee. Het is gewoon lekker donkerbruin.
Dus dat ga ik nu lekker opeten. Oh, mijn voet slaapt. Oh my god, dit doet zoveel pijn. Oeh. Au. Oh my god. Oh, dit doet echt zoveel pijn. Oh. Oh my god. Dat is echt niet oké. Oh. Oh my god. Oeh, ik val. Er komt geen bloed meer naar mijn been. Oh my god, wat is er aan de hand? Even. Zo, oké, dat voelde een beetje gek, maar oké. Ik ben terug uit de stad met mijn vader. Want voor de mensen die mijn vlogs langer kijken, die weten dat ik in de kerstvakantie naar Amsterdam was geweest met Miel. En daar een Levi's broek had gekocht. Maar ik was niet helemaal tevreden daarover. Dus die had ik teruggebracht en een coupon gekregen. En ze hadden nu weer een nieuwe collectie. Weer met zomerkleurtjes. En ik wilde heel graag een lichtblauwe spijkerbroek. Dus die heb ik gekocht vandaag met die cadeaubon. Cadeaubon, gewoon die bonding. En het is de... Mil High Super Skinny broek. En ik heb hem in een maatje 23 keer 28. 23 is zeg maar je omvangmaat en 28 is lengtemaat. Ik had eigenlijk van lengtemaat een maatje 26 willen hebben. Maar die bestond bij deze kleur niet. Zo, so, dat is een beetje jammer. Maar nou, weet je, deze zit ook wel prima op zich. Ik zal hem zo meteen nog even in de spiegel laten zien. Ik weet niet of mijn haar nou echt assiger is. Volgens mij wel een beetje. Want ik had het natuurlijk gisteravond met zilver shampoo gedaan. Erin laten trekken. Volgens mij wel iets. Een beetje, maar oké. Mijn haar is dus weer stijl. Want morgen gaan Char en ik als het goed is foto's maken. Want we gaan eerst van 3 tot 4:30 moeten we naar een spa of zo. Maar daarvoor hebben we dus helemaal niks te doen. Dus gaan we lekker foto's maken. En daarvoor wilde ik mijn haar stijl hebben. Ik ben natuurlijk woensdag jarig. Dus dan is het met mijn verjaardag ook gewoon nog lekker stijl. Dus ja, ik zal even die broek laten zien. Kijken of je het zo een beetje kan zien. Oh, misschien zo. Nou, het is wel een beetje donker bij het antwoorden. Dus je zal de kleur niet echt heel goed zien. Maar het is in ieder geval gewoon een normale broek. En ik ben er heel erg blij mee. Ik ga bij deze wel gelijk vast de weekvlog afsluiten. Aangezien het vandaag namelijk zondag is 4:30 of zo. Miel komt me zo meteen ophalen, want ik blijf bij hem slapen. Dus dat is heel erg gezellig. Dus ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Hij was volgens mij een beetje chaotisch. Maar volgende weekvlog gaat echt heel erg leuk worden, jongens. Want in de volgende weekvlog ben ik jarig en word ik 19. Is het Valentijnsdag en ga ik mijn verjaardag vieren voor vriendinnen. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ben je nou benieuwd naar die video? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal. Want dan kan je een melding krijgen. Zeg maar tussen je abonnementenbox dat ik een nieuwe video heb geplaatst. En ik heb bijna de 16.000 abonnees gehaald. En met de 16.000 abonnees wil ik eigenlijk iets leuks gaan doen of zo. Voor jullie. Maar ik weet nog niet echt wat. Dus heb je leuke ideeën? Laat die ook achter in de reacties. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal zoals ik net al had gezegd. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer. Doei doei!